Willem, wat fijn dat je er bent. Want we hebben heel veel belangrijke dingen te bespreken. Nou, ik moet zeggen, het is wel één tegenvaller. Wat zeg je? Ik zou eigenlijk op je verjaardag komen. Dat is volgende week. Ja, nou. Ja, maar die poppenkast hoef ik niet. Nee, het is leuk. Ook, toen je 10 was, vond je het ook geweldig. En nu word je 80. 75. Of 75. Jij wordt 80. Dat hoop ik wel. Wanneer word jij 80? Over 2 jaar en dan 2 maanden. Maar jij wil nooit een feest? Nee. Nou, ik ook niet. Ik vind het meest verschrikkelijke wat er is. Ik ook niet. Verjaardagen slaan we over. Willem, we gaan eens even naar de voetbal kijken. Bazour laat duidelijk zien wat Feyenoord vooral mist. Hoe reageer je dan? Kijk, ik heb een tijd geleden gezegd dat ik Bazour een hele goede speler. Alleen mentaal zat hij niet altijd goed in elkaar. Ik moet zeggen, dat is steeds beter en beter geworden. En nu willen ze hem kopen. Maar ze hebben Feyenoord heeft 2 goede centrale verdedigers. Of 3 eigenlijk. Die Argentijn en die Oostenrijker. Nou, waarom zou je hem dan moeten kopen? Nou ja, kennelijk is de behoefte. Ja, dan zou je hem op het middenveld moeten zetten. Ja. Want die zijn gewoon 2 goede centrale verdedigers. Dus ik begrijp dan niet wat je ermee moet doen. Of het kan ook zo zijn dat een van de middenvelders weggaat. Die Turkse jongen, daar was wel een aantal ploegen voor. Nou, dan kan het zijn dat je hem op het middenveld zet. Maar ik vind het niet nodig. Maar er wordt volop. Maar daarom is het wel een goede speler. Er wordt volop gehandeld met spelers. En er staat hier toe aan een melkkoe. En dat is een Zweedse meneer, die moet dan bij Feyenoord komen. Wordt dat nou, maar dat is hetzelfde verhaaltje als met die Argentijn. Ze hebben die Argentijn binnengehaald. En die Argentijn is gewoon een hele goede speler. Goede centrale verdediger. Nou, en dan hoopten ze natuurlijk dat het door zou zetten. En dan zouden ze heel veel geld voor hem krijgen. Maar op dit moment zit hij een beetje in een dip. En nu zeggen ze dat komt door zijn vader. Want zijn vader die woont nu ook in Nederland. En zijn vader die zegt wat hij moet eten. En zijn vader moet zeggen welk meisje die moet. En die jongen die zit helemaal in de put eigenlijk. Ja. Qua voetbal. Wie nog ook in de put, dat was die, hoe zeg je dat, Itaren of? Mo, ja. Oh, dat is makkelijker dan Itaren. Ja. Maar waarom goed, zei je dan? Die is gaan zwerven, die moest weg bij PSV. En zat nee, maar, die, laat, die jongen is een van de beste spelers die Nederland heeft. Maar iedereen heeft achter hem aangelopen. Koeman die wilde hem bij het Nederlands elftal hebben. Die waren als ze dood. Dat hij bij de Marokkaanse nationale elf ging. Die jongen was 17 jaar. Zat iedereen achter hem aan. Iedereen vond hem geweldig. En ineens was het afgelopen. Die Raiola, die heeft daar ook een rol in, toch? Nee. Dat is allemaal later. Hij kon niet goed opschieten met die trainer. Met die Duitse trainer? Dat was eigenlijk het probleem. Maar nu en hij heeft het ook wel aan zichzelf te danken, hoor. Zo is het ook niet. Maar toen ging hij naar Italië, dan werd hij ook gepasseerd. Ja, maar je bent godverdomme weer 3 jaar verder. Begrijp je wat ik bedoel? Nee. Ja, je begint hiermee en dan ben je weer 3 jaar verder. Maar er zit een hele stuk zitten tussen. Waarom die eigenlijk daar naar Sampdoria is gezet, want hij was van Juventus. Maar dat is meestal als je 17 bent, je wordt 20, zit er 3 ertussen. Zo. Dat klopt. Ja, nee, serieus. 10 plus min 7 is 3. Echt? Ja, was jij vroeger goed in rekenen? Nou, dat was niet mijn sterkste punt. Nee. Nou, voor mij wel. Aardrijkskunde, vaderlandsgeschiedenis, dat had ik echt op mijn 10 en 10 gewoon op mijn rapport. Ja, ja. Ja. Ja, toen we hier even te weten waar Amsterdam en Rotterdam lag. En de Noordzee aan die kant en Duitsland aan die kant. En dan kreeg je een 10. Ja. Nou, dat schiet lekker op. Ja. Willem, dan gaat er weer eentje weg bij Ajax. Die Neres. Die is al weg. Die is al weg. Ja. Braziliaan vertrekt op de voordeur. Die is al een maand weg, Harry. Dus. Nou ja, jongen, je bent er maar niet geweest. Dan moet je de goede kranten hebben. Je gaat er niet die oude kranten geven. Ja, wat is dit dan? Die Bergwijn, die van Bergwijn, Spurs. Die Bergwijn was, toen hij een jaar of 10 was, zat hij bij Ajax. Maar dat brak niet door en is toen bij PSV gekomen. En dan ging steeds beter, beter en beter spelen. Wat doet de Spurs? Die halen hem op. Maar ja, dan ben je weer afhankelijk. Dan had je een trainer die wil jou hebben. Nou, dus hij speelt hij regelmatig. Maar dan wordt de trainer ontslagen en dan krijg je een Italiaanse trainer.
Nou, en die zag het in het begin niet zo zitten. Maar wat gebeurt er? Hij moest een paar keer invallen en hij redt eigenlijk die trainer. Dus en nu willen ze hem niet kwijt en Ajax wilde hem weer kopen. Maar wat ik zo gek vind, dat zijn spelers die van Ajax opgeleid zijn. En die doe je dan weer zo weg. En een jaar of 10, 12 moet je godverdikke hier 40 miljoen betalen voor ze. Ja. Inflatie, ja, je weet net of dat het niks is. Inflatie? Nee, is er, ja. Wat is dat, de inflatie? Dat je vandaag een kwartje betaalde, gisteren een dubbeltje. Oké. Nee, die had ik het toch goed. En er zit verschil is 15 cent. Ja. Zo. Ja. Willem, ze willen weer samen nee, spelen. Nee, maar begrijp je dat zo gek is? Dat ze allemaal spelen. Maar het is ook geld is niks meer waard, Willem. Ja, maar dat wisten ze 10 jaar, 15 jaar geleden. Ja, maar het wordt steeds alleen pas van de laatste jaren. Want deze twee, zien we die nou nog samen? Nou, kijk, dit jongetje, dat is wel leuk, want die heeft nu een mentor. En dat is Vanenburg. En Vanenburg was echt vroeger gewoon een geweldige speler. Ja. Waar al de jeugd was helemaal idolaat van hem. En die hebben hem nou weer opgepikt. En nu ligt het eigenlijk aan hemzelf. En het meeste wat mij irriteert van allemaal die oud-spelers die allemaal aan die tafel zitten. Die vonden hem allemaal 2 jaar geweldig de beste speler. Wordt de beste speler die we ooit gehad hebben. En dan krijg je allemaal dat gezamenlijk en gezeur. En dan blijkt het dat hij helemaal niet meer kan voetballen, zeggen ze. Nou, ik zeg je dat hij gewoon over 2 maanden, want hij is een beetje aangekomen, net als wij. Dus het punt is gewoon, ja. Nee, hey, ja, ik moet je wel even vertellen. Ik ben 3,5 kilo afgevallen. Oh, ik 6. En 6 min 3,5 is 2,5, Willem. 6 min 3,5 is 2,5. Zo. Ja. Nee, maar die jongen, die, ik zeg je dat hij binnen 3 maanden gewoon speelt bij Ajax. Okay. En dan hebben ze een hele goede slag gemaakt. Wie is dit nou weer? Waar ben je kinderspelletjes aan doen? Raaien wie het is? Nou ja, Brombie of zo. Brombie, ja, dat is ook zoiets. Die moest weg bij Ajax, of moest weg, die ging weg. Die ging naar Leipzig. En wat gebeurt er? Die andere jongen die is naar Afrika. Is er ook een toernooi in Afrika? Ja. Nou, die is opgehaald en daarom hebben ze hem weer teruggekocht. Nou, is Ajax dan inmiddels een handelaarsvereniging? Ja, of is dat een voetbalclub? Kan niet anders. Ik begrijp er niks van, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Je laat de speler eerst gaan en dan koop je hem anderhalf jaar daarna koop je hem weer terug. Ja, maar die jongens die willen winst maken, want je krijgt natuurlijk die directie krijgt tante Jem over de winst. Dus ze moeten een beetje winst maken af en toe. Nee, dat begrijp ik niet. Nee, nou ja, het gaat nou te ver, Willem. Dan krijg je... Nee, hoezo? Nou, als ik het nou verkoop voor 5 miljoen... En je hebt hem gekocht en je komt het eigen kweek. Ja. Dan heet toch 5 miljoen winst? Nee, want zij moeten hem toch weer terugkopen, ja, of dat niet? Doen ze nu, dat vind ik. En als ze dan 7 miljoen... Zeg jij dan dat ze winst hebben gemaakt? Dan hebben ze 2 miljoen verlies gemaakt, Harry. Laten we even stoppen met die cijfers. Nee, jij. Want het wordt een bende zo. Nee, je moet nou gewoon logisch denken. Jij kent dat heel goed. Maar alleen niet bij het voetballen. Dat is jammer. Nee, maar daar heb ik jou ook voor. Ja, nou, en, dan moet je, en als je dan goed luistert, dan is het 5. Zit je elke keer tegen mij. Wie is dit? Wie is dat? Dat is toch godverdomme, dat zijn voor kleine kinderen, Harry. Hun? Nee, dat ik moet draaien wie het zijn. Maar dat is voor jou toch gewoon loterij zonder nieten? Want je kent ze toch allemaal? Wat doe je nou? Daarom is het toch nodig, of niet? Dat doe je net of dat ik aan het dementeren ben. Willem, we moeten even doorgaan, want anders zouden we de belangrijkste item missen. PSV, hè? Ja. Wat gaan we zien vanmiddag? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat Ajax wordt gewoon kampioen. Dus gaan ze vanmiddag staat ze winnen? Op de tweede... Nee, luister nou. Laat me dan iets uitleggen. Oké. Dus het is, ik heb in het begin gezegd dat Ajax kampioen wordt. En dat zeg ik nog. Ondanks dat PSV op dit moment boven ze staat. En dat valt mij een beetje tegen van Ajax. Maar PSV, ik denk dat PSV niet gaat winnen. Niet gaat vandaag, winnen? Vandaag, nee. Nou, het klopt, want Lisbeth van Dijk, mijn huisparagnos... Nou ja, schiet nou lekker op met je...
die heeft gezegd, zeg maar tegen Willem, het wordt 2-1. Als jij dat soort mensen gaat geloven, dan kom jij niet meer terug. Dan begrijp ik het helemaal niet meer. Ja, maar het is wel zo. Dat mensen af en toe toch echt... Ze hebben nog niks goeds gedaan. Nou, dat hele verhaal met die wat van de week bij die Voice... dat hebben ze allemaal voorspeld dat er een heleboel rottigheid kwam. Nee. Maar daar ben ik niet blij mee natuurlijk. Want nee, ik geloof haar niemand wat dan. Ik geloof er niet. Maar Willem, luister even. Dus 2-1, zegt zij, Lisbeth. En wat zeg jij? Ik zeg 1-3. 1-3. En dan gaan we nog even heel maar snel... Maar weet je weet er wel wat het is, hè? 1-3. Het is dus... Thuiswedstrijd. Ja, wat net zei je, ben aankomen. Nee, maar dat had ik... Ja, oké. Okay. Ja, nee, daar gedaan. Heb ik jou voor. Nee, maar daar andersom meteen zeg Willem, je... Ja, nek Feyenoord. Je had het ook fout. Vandaag, nek Feyenoord. Dat wordt een hele moeilijke wedstrijd voor Feyenoord. Nee, want nek doet het op dit moment redelijk tot goed, hoor. En nou, er zijn nog heel veel andere wedstrijden. En, maar weet je wat Feyenoord vorige week gedaan heeft? Ja, verloren. Oké. Okay. Ja. Hey. Tegen wie? Wist ik, hè? Tegen wie? Zeg eens. Wist ik? Zeg eens. Tegen wie? Willem. Met een V. Ga ik ook zo'n spelletje. Vitesse. Juist. En er was die ene speler bij die ze graag wilde hebben. Ja, geweldig. Ja, ik weet het hoor. Nee, dat is... Ik heb mijn huiswerk gemaakt. Nou, neem ik het Willem, terug. We stoppen ermee. We gaan eruit. En we zien de volgende keer wel of je gelijk had met PSV Ajax. Ja. En ik wens je een hele fijne verjaardag volgende week, Harry. En jij met je 80ste. Echt. U bedankt voor het kijken. Maak je er een mooie zondag van. Valt me wel tegen. Tot volgende week. Bedankt.